Als we het over de pil hebben, bedoelen we de pil tegen zwangerschap. Oftewel de combinatiepil. In de pil zitten twee soorten hormonen, oestrogeen en progesterone. Als je de pil op de juiste manier gebruikt, is de kans op zwangerschap heel klein. De hormonen in de pil zorgen voor drie dingen. Er komt geen eicel uit de eierstokken vrij. Zaadcellen komen moeilijk door het slijm van de baarmoederingang heen. En het baarmoederslijmvlies is niet meer geschikt voor het innestelen van een eicel. De pil zit meestal in een doordrukstrip met 21 pilletjes. Je neemt 3 weken lang iedere dag een pil. Doe dat elke dag rond dezelfde tijd. Dan is de kans dat je de pil vergeet kleiner. Leg de pilstrip bijvoorbeeld naast je tandenborstel. Na 3 weken is de pilstrip leeg. Je neemt dan 1 week geen pil. We noemen dit de stopweek. In de stopweek verlies je bloed, meestal minder dan je gewend was tijdens een menstruatie. Menstruatiepijn kan door de pil minder worden of zelfs wegblijven. Na de stopweek begin je aan een nieuwe strip. Je neemt het eerste pilletje van een nieuwe strip altijd op dezelfde dag van de week. Bij sommige vrouwen geeft de pil bijwerkingen, bijvoorbeeld hoofdpijn, gespannen borsten, onregelmatig bloedverlies, zwaarder worden of vocht vasthouden. Van de pil kan je ook extra emotioneel of somber worden. De meeste bijwerkingen verdwijnen na een paar maanden. Als je de pil gebruikt, heb je een iets grotere kans op hart- en vaatziekten en trombose. De risico's voor hart- en bloedvaten worden groter als je rookt en ouder bent dan 35 jaar. Als je jarenlang de pil slikt, is de kans op baarmoederhalskanker of borstkanker een heel klein beetje verhoogd. De kans op baarmoederkanker en eierstokkanker is juist een heel klein beetje kleiner. Ga je met je eerste pilstrip beginnen? Start dan op de eerste dag van je menstruatie. Dan ben je vanaf dat moment tegen zwangerschap beschermd. Begin je op een andere dag? Dan ben je pas na 7 dagen beschermd.